En de volgende staat al klaar en dat is meneer Ferdinand Grapperhaus. Meneer Grapperhaus. De minister van Justitie. Komt u erbij staan? Hallo. Goedenavond. Welkom. Hallo. Floor Bremer, u bent beland in een speeddate met Frits en met mij. De kijkers weten inmiddels al een beetje hoe het in elkaar steekt, u nog niet. Nee. We gaan heel veel vragen op u afvuren, maar binnen 4 minuten, en daar is deze wekker voor, die ga ik nu zetten. En Frits stelt u de eerste vraag. Alleen voor de kijker, de man met de bril is de minister. Ik ben Frits, de journalist. Blijft u twitteren? Ja, ik denk dat ik zeker nog wel af en toe zal twitteren. Ik deed de laatste jaren al wel steeds minder, eerlijk gezegd. Maar ik blijf dat wel doen. U deed het misschien minder, maar niet milder. De nieuwe coalitiegenoot, Alexander Pechtold, heeft u op Twitter een politieke windvaan genoemd. Heeft u het daar trouwens met hem over gehad? Nee, ik ga hem zeker nog ontmoeten. En nogmaals, ja, dat zijn privé tweets geweest die ik heb gedaan. En ik heb ze ook, ze zijn nog steeds toegankelijk, daar mag iedereen naar kijken. En nu ben ik bewindspersoon, nu gaan we een nieuw hoofdstuk in. Maar in de tijd van sociale media is er geen verschil meer tussen privé tweets en een ambt als minister? Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Ik kan mij voorstellen als je kijkt naar de POTUS, de President of the United States, op dit moment, dat je soms wel afvraagt hoe daar de grens in elkaar zit. Maar ik vind dat toch wel onderscheiden zaken. Maar overigens vind ik ook dat ik als persoon nu gewoon een verantwoordelijkheid op me heb. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid, voor de terrorismebestrijding, voor cybersecurity en vooral, dat vind ik echt heel belangrijk, voor politie en openbaar ministerie. En ik moet me daar concentreren. Mag ik dan even een andere vraag stellen? U zit hier in een speeddate, dus het kan alle kanten op gaan. Deze heeft hier een beetje mee te maken. Want u wordt verantwoordelijk, hè, wat u al zei, voor justitie, voor de politie. Dat gaat ook over waarden en normen. Nou heeft u over Rutte gezegd dat hij weinig snapt van waarden en normen. U heeft met Rutte al een gesprek gehad, met Pechtold nog niet. Heeft u het daarover gehad? Nou, kijk, dat je in het politieke debat met elkaar wel eens wat scherp zegt en onderscheid probeert te maken tussen elkaar om aan te geven dat je toch echt verschillend in de politiek zit. Hij heeft wel waarden en normen, vindt u toch wel? Natuurlijk heeft hij dat. Ik heb hem overigens ook, dan heeft u toch een aantal dingen niet gelezen. Ik heb hem destijds rondom de MH17, hoe hij daar optrad, heb ik hem zeer geprezen. Daar had ik heel veel bewondering voor. Maar waar u wel heel erg in mening verschilt, u heeft ook geschreven, ook op Twitter zelfs, dat Nederlandse jihadisten moeten kunnen terugkeren, berecht moeten worden en dan weer in de samenleving moet worden opgenomen. Nee. En Rutte zegt daarover, ze kunnen beter daar sneuvelen, zijn we vanaf. Nee. Wat ik gezegd heb, dat is nogal verknipt door iemand die dat dan vervolgens verknipt op Twitter heeft gezet. Als u het stuk leest, dan ziet u dat ik op de wat zorgvuldige, trage wijze waarop een jurist formuleert, ook als er zo'n wekkertje aanstaat, dan ziet u dat ik zeg, ik wil dat ze verantwoording afleggen, berecht worden. En ik wil ook dat andere mensen die misschien wel eens zouden kunnen overwegen om ook zoiets te doen, zien dat het gewoon misdadigers zijn. Oké, dan om één tweet erbij pakken. U noemde Geert Wilders ontoerekeningsvatbaar. Nou, vindt u dat nog steeds? Ik zal u dit zeggen. U moet even ook voorlezen wat ervoor stond. Er stond namelijk voor dat Wilders op dat moment had gezegd dat de EU een totalitaire staat is. En dat vind ik, mag ik als jurist, dat is een overdrijving, denk ik, van Wilders. En ik mag dat met een overdrijving beantwoorden. Maar en ik Wilders vind dat zal u het straks in de debatten voor de voeten gaan werpen, maar u noemde mij ontoerekeningsvatbaar. Dat zal ongetwijfeld nog een keer tevoorschijn komen. Bent u daarop voorbereid? Nou, het is niet altijd juristentaal om dat maar te zeggen. Ja, maar ontoerekeningsvatbaar is een juristenwoord. Maar binnenkort een kopje koffie drinken. We gaan zeker binnenkort een kopje koffie en dan kunnen we het hier nog uitgebreider over. Ja, maar ook met Geert Wilders, bedoel u? Absoluut. We verschillen van opvatting. Maar hij is wel een uiterst gedegen, langjarige parlementariër. Absoluut. Ja? Tot ziens. U bent van ons af, voor nu. Ja, voor nu. Veel succes. Ja, voor nu.